Er is een nieuw winkeltje in Liemde. Ik rij er regelmatig langs en dan word je toch nieuwsgierig. Omroep Dommeland Nieuwsflits. En wat voor producten kunnen we hier verwachten? Eigenlijk alles wat met duurzaamheid te maken heeft en dan ook in combinatie met lichaamsverzorging daarnaast. Duurzaamheid? Ja, duurzaamheid. Dus wij doen eigenlijk alles wat van duurzame materialen gemaakt is of wat plastic free is of vegan. Wij proberen eigenlijk dat zo breed mogelijk te pakken en de drempel zo laag mogelijk te maken voor onze klanten. En wat voor materialen zijn dat dan? Veel bamboe werken wij veel mee. Veel kurk werken we mee. En voor de rest, siliconen wordt ook heel veel gebruikt. Maar bamboe en siliconen, waar haal je dat vandaan? Nou, bamboe groeit uiteraard in Azië. Wij proberen zoveel mogelijk lokaal te kopen. Maar ja, bamboe, zeg ik altijd, dat groeit nou eenmaal in Azië. Dat moet je helaas ook uit zo ver weg land, een land zo ver weg halen. En komt dan met vliegtuig hier naartoe? Nee. Wij pakken dan wel de trein. Dus dit is iets langer met het vervoer. Dus je moet iets beter plannen. Maar de footprint is daarnaast ook natuurlijk een heel stuk kleiner als. En footprint, wat houdt dat nou precies in? Want niet iedereen weet misschien wat dat betekent. Ja, uiteraard. De footprint is je carbon footprint. Dat is eigenlijk het aantal CO2 wat jij tijdens de reis van je productie tot aan het product aanbieden in je winkel verbruikt. Dus dat wil je zo laag mogelijk houden, om zo min mogelijke impact op het milieu te hebben. Wat is dit voor materiaal? Dat is gemaakt van bamboe. Nee, echt? Ja. Dit voelt je super voelt zacht. Dat het heel zacht, ja, dat wou ik net zeggen. Het bamboe is heel erg zacht en heel stretchy. Wordt gebruikt in sokken en in ondergoed. Met name boxshorts zijn super fijn. Ik draag zelf niks anders meer. En we doen ook heel veel sokken. Ik heb gehoord van jou, hè, straks, dat dit een heel leuk verhaal is, deze tas. Ja. Mag ik die pakken? Jazeker, ja hoor. Ja. Dit ziet er toch hartstikke mooi uit. Wat is dit dan? Waar is dit van gemaakt? Dat is een betere vraag. Dit is gemaakt van vrachtwagenzeil, gerecycled vrachtwagenzeil. Het komt uit Polen, het grootste logistieke land in Europa. En daar worden dus de oude zeilen van de vrachtwagen gehaald. En die worden dan verwerkt tot nieuwe tassen. Hoe ben je nou op het idee gekomen, Martijn, om dit te beginnen? Nou, ik kom zelf uit de merchandising branche. Dus ik ben zelf werkzaam geweest in een groot bedrijf dat de merchandising maakte voor de grotere merken. Dan met name de drankmerken. Denk aan een Bacardi waar je een petje of een sleutelhanger krijgt bij aankoop van een fles. En toen heb je gedacht van, hé, ik ga... Ja, nou wat ik dus merkte in dat specifieke, in die specifieke branche is dat daar ook een hele grote vraag kwam naar duurzaam. Want wat vaak gebeurt is dat je zo'n keychain of zo'n wat prulletje wat je bij zo'n fles krijgt natuurlijk gewoon weggooit. Het gaat om die verkoop van die fles, zeg maar. Dus men had zoiets van, ja, kunnen we dat niet anders doen? En dus toen ik daar stopte met werken, dat heb ik heel lang gedaan, dacht ik van, nou, ik ga daar een beetje op voortborduren. Ik wil leveranciers zoeken die eigenlijk iets in die branche kunnen betekenen in het duurzame. En dat is echt heel klein begonnen bij ons in de woonkamer. Dus uiteindelijk doorgegaan naar de studieruimte en nu zitten we hier. Nou heb ik begrepen dat je hier ook pakketjes kunt halen en brengen. Ja, dat klopt inderdaad. Wij zijn onlangs een Homer pakketpunt gestart hier. Eigenlijk bedoeld om de mensen ook de winkel in te krijgen. En ze kunnen hier dan een Homer pakketje inleveren. En dan wel een eigen pakketje ophalen wat hier geleverd wordt. En op die manier krijgen wij wat meer traffic in de winkel. Ah, nou, dat is hartstikke handig. Ik heb trouwens nog een pakketje in de auto liggen. Dat ga ik even halen. Ik dank jou heel hartelijk voor het interview. En heel veel succes. En mag ik mijn pakketje dan inleveren? Natuurlijk, geen enkel probleem.